Hoe kun je geld verdienen op YouTube? Mijn kanaal gaat over YouTube tips, internet tutorials en computer how-to's. Ik ben Ronald van het kanaal Sputnik en we gaan het vandaag dus hebben over hoe je geld kunt verdienen op YouTube. En voor iedereen die graag succes wil op YouTube heb ik een document gemaakt. Hij is om naar Patreon te downloaden, link staat in de beschrijving. Hierin ga ik dieper in hoe je succes kunt krijgen op YouTube. Daarnaast leg ik mijn PowerPoint-presentatie eigenlijk duidelijker uit en ik hoop jullie hiermee van dienst te zijn. Er zijn meerdere manieren. Ik zal ze allemaal doornemen. Ik ga niet uitleggen hoe je het doet. Dat ga ik de volgende keer uitleggen. Sommige heb ik al uitgelegd, maar sommige ga ik wat dieper op in. Maar dit is een nieuwe versie van de video die ik vorige keer heb gemaakt. Ik hoop jullie hiermee meer informatie te geven en laten we dus beginnen. Op YouTube op zichzelf heb je al inkomsten genereren. Superchat, die heb je dan ook bij 1000 abonnees. Hier kunnen mensen dan geld doneren via de Superchat of kanaallidmaatschappen. Dit zijn al drie manieren om op YouTube zelf geld te verdienen. Dit is dus met advertenties inkomsten genereren. Superchat is bij livestreams. En kanaallidmaatschap is voor als mensen bijvoorbeeld willen weten wanneer je nieuwste video's uitkomen. Explicit video's, dus uitzonderlijke video's. Daar kunnen ze dan een kanaal met lidmaatschap aanvragen en, of kopen, bedoel ik. En dan krijg jij daar geld voor en YouTube een beetje. Maar ja, daarmee verdien je dus geld. Dat zijn al drie manieren. Dan manier nummer vier is donatie. Ik heb bijvoorbeeld op PayPal een doneer aan Sputnik. Link staat in de banner. Als je bijvoorbeeld mijn video's al heel leuk vindt, kun je een kleine donatie achterlaten. De vijfde manier is via bijvoorbeeld Patreon of andere sites waarbij je, net zoals op YouTube, explicit, dus uitzonderlijke content kunt plaatsen. En dan kunnen mensen een bepaald bedrag betalen per maand of voor één keer om die content te zien. Wat ik hier bijvoorbeeld heb staan is dan mijn YouTube succesgids. De PowerPoint, maar ook heb ik nu nieuwe informatie toegevoegd. Wil je dat zien, word lid van mijn Patreon. Daarnaast kun je merchandise verkopen. Ik zou dat doen via Teespring, want Teespring kun je koppelen met je, dit is nummer 6 dus trouwens, met je YouTube account. En dan kunnen ze op YouTube zien wat jij verkoopt aan merchandise, Patreon, Teespring. Ga ik dieper op in de volgende video's. De zevende manier is branding, dus sponsored video's. Ik zou dit doen via Famebit. Famebit heeft wel een instroom aantal nodig, zeg ik dat goed? Na een x aantal abonnees heb je nodig, wil je Famebit kunnen te gebruiken. Er zijn ook andere sites die minder YouTube subscribers nodig hebben om je binnen te laten, maar Famebit bij YouTube, het is toch wel duidelijk, is wel een van de wat betere. Willen jullie bijvoorbeeld andere zien van brands waarmee je kunt, brands en merken die dan samen kunnen werken met jou in je video, waardoor je een bepaald bedrag krijgt omdat je hun product promoot enzovoort. Als je daar meer van wilt weten, laat een reactie achter. Manier nummer 8 die ik heb gevonden is Worthit. Als je bijvoorbeeld een vraag hebt aan mij die ik vind waarvoor ik een klein bedrag kan betalen, dan kun je via de link die hier staat, staat ook in mijn beschrijving enzovoort. En als ik vind dat je vraag te diep is, dan geef ik aan dat je via die link die vraag ook kunt stellen. En dan betaal je bijvoorbeeld 10 cent. En dan beantwoord ik je vraag in minimaal 3 werkdagen. Dus dit is manier nummer 8 om geld te verdienen. Als je echt een grote fanbase hebt en je krijgt elke dag vragen, bijvoorbeeld dezelfde vragen, ja, dan kun je. Het gaat er meer om dat mensen gaan begrijpen dat YouTube tijd kost. En zonder die 1000 abonnees, zonder die 4000 uur aan kijktijd in een jaar, krijg je eigenlijk zowat geen inkomsten. Ik heb het nu bijvoorbeeld niet over affiliate marketing gehad. Ik heb het nu bijvoorbeeld niet over
Ja, je hebt ook nog, je hebt nog heel veel manieren om geld te verdienen op het internet. Maar ik vind dat deze manieren, dus deze acht manieren, zeer belangrijk zijn voor jouw kanaal om dit te weten. Dus donaties, community bijdragen, vragen stellen, merchandise verkopen, brands introduceren in je merk. En natuurlijk de drie opties gewoon op YouTube zelf. Dat zijn al acht manieren om geld te verdienen op YouTube, via YouTube, via video's. Dus affiliate marketing, ja. Zelf vind ik affiliate marketing, als ik daar toch even over begin te praten, een beetje shabby. Ik verkoop wel bijvoorbeeld via affiliate marketing TubeBuddy, maar daarnaast doe ik eigenlijk helemaal niks. Want er zijn heel veel producten die mensen verkopen gewoon omdat ze dat graag geld aan willen verdienen. En soms weet je niet zo goed wat je krijgt. En ik kan dat heel moeilijk testen, maar TubeBuddy sta ik gewoon echt achter. En ik heb het over YouTube, dus TubeBuddy is daar gewoon een extensie van waarvan ik vind dat hij de nummer 1 is. Dus wil je TubeBuddy gebruiken, dan bied ik dat aan via die link. Maar je kunt ook gewoon naar TubeBuddy gaan en daar lid worden. Je hoeft niet mijn link te gebruiken, begrijp je? Dat is mensen. Affiliate marketing vind ik gewoon een beetje, dat is heel erg snel, ja, geld verdienen. En donaties, dat is gewoon, als je mijn kanaal leuk vindt, dan kun je een kleine donatie geven. Als je mijn kanaal goed vindt, kun je een bijdrage geven en kun je daar iets voor terugkrijgen. Als je echt diepe vragen hebt, dan kan ik je doorschakelen naar deze site. Merchandise. Dat is gewoon, daar krijg je iets voor terug voor je geld. En brands, die merken, die willen met jou werken, omdat je, dat rijmt, omdat je dan daadwerkelijk een goede video uitbrengt. Dus dit zijn acht manieren om geld te verdienen op YouTube, waarvan ik denk dat ze echt goed zijn, legit, waar ik achter sta. En ik hoop jullie hiermee genoeg geïnformeerd te hebben. Check ook mijn andere video's en ik zie jullie terug op mijn andere video's.